Welkom bij een nieuwe video, mensen. Het is iets anders dan jullie hoogstwaarschijnlijk hadden verwacht. Ga even lekker zitten en dan gaan we even lekker over praten. No big deal. Geen stress. Wel een klein beetje. Maar, oké, dit is geen grap. Je kan hiervan op aan. Van hiervan op, laat ik het zo zeggen. Ook als ik een joke zou maken, een 1 april grap of een botox grap of wat dan ook, dan zal ik nooit zeggen dat het geen grap is, want dan lieg ik. Snap je? Elke keer als ik zeg het is geen grap, dan is het ook echt geen grap. Vandaag is het echt geen grap. Klaar. Duidelijk. Als het nu wel een grap is, dan ben ik een leugenaar en dan mag je me voor altijd leugenaar noemen, maar het is geen grap. Het is in principe dit zo heel erg ernstig. Helemaal niet eigenlijk. Niet dat ik een ziekte heb, ik ben gewoon kerngezond en weet ik wat allemaal. Maar ik wil heel eventjes met jullie ergens over praten, namelijk het feit dat ik het mezelf extreem druk heb gemaakt over de afgelopen periode. En ik daar eigenlijk geen spijt van heb. Dus ik moet nu zeggen, oké, allemaal vet leuk. Maar ik moet even die stap terug. Gewoon even relaxen. Oké, mocht je dan afvragen waar ben ik dan zo druk mee geweest? Dat zijn hoofdzakelijk eigenlijk twee dingen. Namelijk Kelvin. Elke dag een video van 12 à 13 minuten. Prijzen bekendmaken, prijzen versturen en weet ik wat allemaal. Dat is gewoon heel erg druk. Elke dag een video. En de video moet ook nog leuk zijn en het moet goed zijn. En daarnaast weet ik of niet of jullie erbij waren, maar ik heb de organisatie van Feed Festival achter de rug. Ik ben samen met wat andere mensen verantwoordelijk voor het festival. Dat het allemaal goed verloopt. En aangezien er meer dan 150 YouTubers zijn, is het extreme druk op mijn schouders. En ik heb ervoor gekozen om die druk te ervaren. Want ja, anders doe je zoiets niet. Daar zeik ik ook niet over. Totaal niet. That's what I signed up for, zeggen ze dan in Amerika. Het is wel, zeg maar, met het feit met die twee dingen en nog een aantal andere dingen die er spelen, wat geen negatieve dingen zijn, wat alleen maar positieve dingen zijn, lig ik wel elke avond veel te laat in mijn bed. En ben ik soort van kortademig elke dag, omdat ik denk van, oh shit, dit en dit en dit moet ik doen met een to-do-list van zo lang. Ik wil ook gewoon even, heel eerlijk, gewoon even op vakantie. Ik wil gewoon even een beetje reizen nog dit jaar en zo. Ik denk dat ik dat ook nodig heb. Want anders worden straks de video's weer minder leuk. En dat willen jullie ook niet. Dat is een beetje het ding. Dus ik heb besloten, 10 video's verderop, fucking veel, maar echt fucking veel support gehad van jullie. Allemaal views, jongen. Ik heb echt video's gehad die binnen een dag gewoon 150.000 à 200.000 keer bekeken waren. Dat is echt niet normaal. Dat is echt voor Calvijnbegrip is dat echt ziek. Dus ik wil jullie daar sowieso voor bedanken. Het aantal duimpjes omhoog op Kelvin ruim overschreden. Het is echt ziek opgeblazen. Echt extreem. Ik vroeg bij video's om 3000 duimpjes en binnen een dag had ik er 34.000. Dus dat is gewoon 10 keer zo. Ja, ik kan rekenen, mensen. 1000. 10 keer zoveel. Ik ben er super trots op. Ik ben ook super trots op jullie. Maar ik hoop dat jullie het accepteren dat ik voor mezelf nu besluit om Kelvin stop te zetten. Sorry. Ik trek het gewoon niet meer. En dat is jammer. Maar helaas, pindakaas. Het betekent niet dat ik wegga van YouTube. Totaal niet. Mijn YouTube is mijn topprioriteit. Gewoon altijd video's blijven uploaden. Dus dat kun je sowieso verwachten. Maar ik ga Kelvin heel eventjes stopzetten nu. Want ik kan het gewoon even niet meer handelen. En dat heb ik mezelf aangedaan. Dus daar neem ik ook zelf de verantwoordelijkheid voor. Maar ik voel toch een soort van de noodzaak om het jullie in ieder geval te vertellen. Dus bij deze. Kelvin 2018. 18. Kelvin 2017 stopt. Dat is niet omdat het niet goed genoeg gaat, maar het gaat eigenlijk te goed. Als het te goed gaat, moet ik mezelf even op de rem drukken en zeggen, oké, even chill. Want anders ga ik er misschien aan onderdoor en dat is het laatste wat ik wil. Ik denk dat ik me niet eens hoef te verontschuldigen of het uit te leggen hoef richting jullie, want jullie begrijpen het denk ik wel, zo niet. Ook prima, dan zet je even in de comments, hey Kelvin, wat ben je een luie klootzak? En dan lees ik het en dan denk ik, even goede vrienden, Mattie, hey! Maar voor mijn gevoel heb ik echt een aantal super mooie video's gemaakt die jullie massaal hebben bekeken en waar jullie massaal van hebben genoten. Dus dat doet mij heel veel voldoening. Maar ik heb nog iets moois, mensen. Ik heb iets moois. Ik heb namelijk, onderdeel van Kelvin, was dat ik in een aantal video's letters ging verstoppen. En dat heb ik gedaan op een manier waarop je dan in beeld een letter ziet. En mijn doel was om met alle Kelvin video's die letters daarin te verstoppen, zodat ik jullie aan het eind van Kelvin kan vertellen, hey jongens, in een aantal video's zaten letters verstopt. Dus kun jij raden en zien waar die letters zitten, dan maak ik kans op nog een extra prijs. Dat was mijn doel. Maar nu ik dus besluit om ermee te stoppen, zijn er een aantal letters die ik nog niet in video's heb kunnen verwerken. En die ga ik jullie vandaag geven. En dat samen met de andere letters die in andere video's zitten, maak ik kans op mooie prijzen. En dat is nice. Oké, ga jullie nog even één keer vanaf het begin de boel uitleggen. Namelijk, in video's zouden allerlei letters zitten verstopt en al die letters bij elkaar, dus niet in chronologische volgorde, maar als je die letters bij elkaar zet en op de juiste plek zet, dan krijg je een woord. En dat woord is een kortingscode voor mijn nieuwe Calvijn merchandise! Jazeker, nieuwe Calvijn merchandise. Ik heb op 4 de eerste lading van deze petten verkocht en dat ging fantastisch goed, dus ik heb besloten om dat ook in een webshop te zetten en die kun jij gewoon bestellen. En dat kun je doen door middel van het gebruiken van een kortingscode. En die kortingscodes, dat is een woord en dat zijn letters die verspreid waren over video's. Daar heb ik een aantal van die letters zitten al in video's gestopt, dus die kun je opzoeken. De andere letters die ik in andere video's zou stoppen, die heb ik niet in zijn video's kunnen stoppen en die ga ik nu hier aan jullie laten zien, namelijk dat zijn deze letters. Dat is dit. Hier. Tadaa! Als je die letters samen met de letters uit de video's bij elkaar zet en in de juiste volgorde, krijg je een woord waarin je 20% korting krijgt op mijn nieuwe webshop. Ik ga je even laten zien wat er dan in die nieuwe webshop zit, namelijk deze pet! Deze pet is erg fijn, ik vind hem zelf heel erg mooi, ik draag hem dan ook vaak, jazeker. Ik draag hem zelf zo fucking vaak. Ja, deze hoodie toch sowieso, maar die stond er al een tijdje in. Maar wat er ook in zit, is... Tadaa!
Tada! Oh, kut. Tada! Hier, dit. Een rood shirt. Hij is ook in het zwart en in het wit. Met een paprikaatje erop. En op de achterkant. Op de achterkant staat Calvin. Maar daarnaast verkoop ik ook de officiële exclusieve Calvin wristbands. En dat zijn gewoon bandjes van Calvin. Maar fucking mooi. Ik heb er wat foto's gezien. Ze zijn rood, zijn nice, zijn lekker. Je gaat ervan genieten. Oh! Dus dat is allemaal te vinden in de nieuwe webshop. Mocht je nou niet weten wat de webshop is, die staat in de beschrijving. Calvin.fanfarmer.com. En daar kun je spullen halen. That's it. De kortingscode duurt 48 uur. Dus die duurt tot 13 april om 4 uur. Dus je hebt voor 48 uur om de kortingscode te ontcijferen en dan in te vullen en dan te halen. That's it, het is heel simpel. Dus nog één keer in beeld hier de letters die je nog niet had kunnen vinden in de video's van Kelvin. Dat is de I, de A, de P, de L, E en de R. Iappler. Het is dus niet dat je Iappler zegt, maar die letters moet je omwisselen met de letters uit. Je snapt het, oké? Ik heb het al heel vaak gezegd, je snapt het. Als je de letters bij elkaar voegt, krijg je een woord wat de kortingscode is voor 20% korting in mijn webshop. Mijn webshop. Nog wel even goed om te weten, alle letters moeten in hoofdletters. Dus stel dat de kortingscode zou zijn K-stengel, dan is het niet K-stengel, maar dan is het K-stengel. Allemaal grote letters. Simpel. Het is niet K-stengel trouwens. En dat is wat het is. Ik wil jullie nogmaals super hard bedanken voor alle support tijdens Kelvin. Ik wil jullie super hard bedanken voor alle support tijdens het Fiat Festival. Het was weer echt een fucking groot feest. Maar ik moet nu heel even... Even chillen. Even relaxen. Ik denk dat jullie dat begrijpen. Ik kom binnenkort gewoon weer terug met een nieuwe video. Dus dat kun je sowieso verwachten. En je kan ook verwachten dat ik 180.000% zet op het Calvin kanaal. Want het is zo goed gegaan over de afgelopen periode. Dat ik dit wel wil vasthouden. Maar ik moet gewoon heel eventjes even loslaten. En dan gaan we straks weer verder. Zo simpel is het. Mensen, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken en voor alle support. Ik wil alle winnaars van Kelvin ook feliciteren met dat jullie hebben gewonnen. Heel veel plezier met wat jullie gaan doen of wat jullie hebben gekregen. En that's it. Ja, dat is hem. Oké, mensen, tot de volgende video. Dikke shout-out aan jullie. Ik hou van jullie en tot de volgende keer. Doei!